van in het begin was de eerste vereiste van de vennoten om de financiële haalbaarheid van dit project te garanderen. Men wou zeker zijn dat men geen hogere kostprijs moest aanrekenen aan de bewoners. ISVAG heeft dan ook samen met Grant Thornton een sluitend businessplan uitgewerkt dat tot in de puntjes werd bijgewerkt bij iedere wijziging. Dit plan werd ook bevestigd door de Europese Investeringsbank, die een grondige audit heeft gedaan van dit plan. Het werd zeer conservatief benaderd, rekening houdend met de dalende OVAM-volumes. Het voorzichtigheidsprincipe, men wou zich zeker niet rijk rekenen. De conclusie na die grondige studie was dan ook dat het in eigen beheer houden van de verwerking van afval de beste optie was om voor de bewoners een goede kostprijs te behouden. Het grootste deel van de kostprijs betreft immers afschrijvingen die constant zijn over de hele looptijd en de rentelasten die dalen in de tijd. Privébedrijven moeten tevens winst maken, wat ook kostenverhogend werkt. Alternatieven op andere locaties werden ook onderzocht, maar de kostprijs van transport en overslag zou het gehele kostenplaatje veel te veel verhogen.